Dag Danira, dag Olga, dag Riaad. Welkom terug. Dag Erik. De glimlach, leuk. Ja, leuk om je terug te zien. Ja, het is wederzijds, voorlopig nog. Ja. Dat is goed. Zou jij de allerslimste mens ter wereld kunnen worden? Nee. Ben je zeker? Ja, ik voel mij vandaag zoals een maagdelijk lammetje op weg naar de slachtbank om mijn rituelen onverdoofd te laten slachten door die twee prachtige divas naast me. Ja, prachtige teken. Ik twijfel nu, is dat een horror of een pornofilm? Ja, goed. Ja. Maar je komt toch om te winnen, hè? Ik kom mij om het amuseren. Ah, dat is ook goed. Kom eens goed lachen. Ah, waar is dat? Ja. Dat is goed. Ja. Ja. Maar dat wordt moeilijk vanavond, hè? Ik wens jullie alle drie... Ik wou nog iets zeggen, Erik. Je mag nog iets zeggen. Hoe gaat het met u? Met mij? Ja. Goed. Nee, maar jij doet dit toch... Hoe lang doe je dat nu al? 20 jaar? 19 jaar. 19 jaar. Ja. En eigenlijk... wij vinden dat precies allemaal evident, omdat jij er elke dag bent. Maar eigenlijk is dat niet evident. Jij doet dat echt keigoed. Ik vind echt dat jij keigoed bezig. Maar... Dankjewel. Komt er nog een mop? Of, nee, helemaal niet. Nee, we elke dag zo'n show doen. Allee, ik denk, we weten, sommigen onder ons weten wat dat is. Dat is echt niet evident. En omdat je elke dag daar staat en dat goed doet, wordt dat soms vergeten. Ik hoop gewoon dat Sven voorspelt dat jij er binnenkort. Nee, heel veel dank. Ah, je moet dat toch maar kunnen. Hè? Ja. Dingen van een kaartje aflezen en massa's betaald worden. Een talent op zich, hè. Dat is ook wel 2 maanden aan een stuk. En die andere 10 maanden van het jaar moet je wachten. Hè? Ja. Ja. We hebben nog maar net afscheid genomen van Bart Kanaerts, onder vrienden de Barry. En we hebben al een nieuwe Barry. Ah ja, oké. Okay, ja. Maar Barry is anders, zeg je anders. Hè? Barry is niet Barry. Als jij over uitspraak gaat beginnen discussiëren, Erik, dan zijn we niet aan de vroege patatjes. Syfilis? Ja, syfilis. Waarom twijfel je? Nee, dat heb ik nog niet gehad, dus. Dat staat voor 2024 op mijn lijst. Ja. Is jouw mama er weer bij? Nee, de grootmoeder. Uw grootmoeder? Ja. Olle. Ja, daar op de laag. Bonneke. Daar zit ze. Dag mevrouw. Hallo. Ja, die zal nu ook wel denken. Gonorrhea en chlamydia, dat zijn apps op de iPad. Dan hier heb jij al planten voor ogen? Nee, maar ik heb ook geen trouwplannen. Nee, natuurlijk. Maar stel dat je ooit... Maar stel dat je... Dan moet daar niet mee lachen. Ja, dat is weer een dat een kans verschil. Jij gaat alleen naar huis. Ik ben wel benieuwd, want hier zitten zo 20 jonge gasten. Maar zijn jullie allemaal vrienden of een meerderjarig? Of... Ze gaan niet alleen naar huis. Dat zou wel leuk zijn, hè, Riaad, dat ik zo eens journaal zou doen en dat jij hier zou staan. Ja, zoveel. Ja, ik zie je er nog wel doen eigenlijk hier. Als je als geweld wisselen, ja. Ja, maar ja, ik zie mezelf wel niet in het journaal zitten. Dat is zo moeilijk, hè. Beste kijkers, het is gebeurd. Ja. We zijn bij het einde van deze item. Ja. Ja, godverdomme! Ja. Ja. Er is oorlog in Oekraïne en ik weet niet waarom, maar het staat niet op mijn kaartje. Nee, Riaad, op mijn kaartje staat dat jij vliegen beter vindt dan een orgasme. Oh, en die oma gezegd? Die draait daarom. Nee. Een orgasme, dat is zo'n app op de iPad. Vooral mijn man draait zich om, denk ik. Ja. Maar over welk stuk van het vliegen heb je het dan? Om zelf te vliegen? Of... Ja, als je zelf aan de knuppel zit. Hè? Ah, ja. Ja, je hebt dat thuis zeker, hè? Ik heb thuis een flight simulator, net zoals jij niet, hè, je personage. Oh, dat is echt gelijk een onkel. Ja, ik ben een echte onkel. Ja, maar het grappige is, we hadden verzonnen in onkels dat hij met de tegenspeler, Patrick, dat hij de flight simulator, de control tower simulator doet. Ja. En hij vertelt mij net dat dat ook effectief gebeurt. Ja, tuurlijk. Dat er zijn van die andere loser of andere... andere mensen met toffe hobby's aan de andere kant zitten en effectief communiceren. Met toffe hobby's. Ja. Toch? Ja, ik praat dan via mijn headset tegen iemand anders die zegt wat ik moet doen. Ja, dat is inderdaad soms een beetje... Ik fluister dan ook, zodat dat thuis niet te luid is, dat Niels mij niet zit uit te lachen vanuit de liefde. Komt uw man dan ook af en toe met karken of dat je iets wilt kopen van een tax-free? Moet er weg! Nu! Man, nee. Oh.
Zullen we nog eens even door een tekst gaan? Ja. Ja. Jullie moeten weg, zeg ik. Ja, ja. En dan kus je de... Eén van de 20 gellen. Jullie moeten weg, zeg ik! Bang! Bang! Excuseer, Erik. Ik had even mijn ogen dicht gedaan omdat ik bang had, maar ik weet gewoon niet, was dat een sterfscène of een orgasme? Ik ben... En doe je het op tv ook? En ja, en ik moest, vorige week moest ik donderen in Keulen erin moffelen van andere mensen. En dan was het een bericht dat ik zei van wie het nu in Keulen hoort donderen. Die heeft niet goed opgelet de voorbije weken. Maar het KMSKA is geopend. Ja, heel flauw, sorry. Dat is echt... Is dat ook een soort verdienmodel? Dat is nieuwsdiensthumor, hè, jongens. Ik bedoel... Maar kun je zo woorden bestellen bij u om in het journaal te laten zeggen? Stel iets. Ik weet niet, ja, maar kunnen taxidermist, vind ik een woord dat te weinig gebruikt. Dat is heel makkelijk, ja. Of chlamydia, gonorroe. Maar genoeg over mezelf. Maar kunnen die indianen niet tegen? Dat is typisch. Vier uur aan gewerkt. Die denken dat dat het geluid is van de vrouwtjes om ze te lokken voor te poepen. Inderdaad, ja. Van poepen staan nu niet op mijn kaartje, maar de rest... ja, het is de lokroep van het andere geslacht. Voor te planten, sorry. Ja, dat is, nee, die maken blijkbaar heel veel lawaai. Dat is de journaalanker. Correctie, dat was... Martin Tangen is onderweg naar de VRT, die komt terug. Ja. Zo nog iets, een ander werk van hem met zo'n moeilijke... Latijnse titel. Dan kijk ik even naar de jury als het over... De man van Vitruvius. Dat was ik. Alleen knap, ook nog slim. Dat is heel goed, ja. Ja, hè. Proficiat. Ik ken één Russisch woordje. En dat is, het Russisch woord voor Parmezaanse kaas. Ja? Perestrooikaas. Nee, ik heb ook geweldig genoten van jou van dat filmpje in de Ideale Wereld, waar je een dronken vrouw speelt. Zo. Melanie. Ja, dat is goed. Ik heb weet nu ook een druppeltje gezonken. Ik heb een beetje gezonken, ik was rustig geweest. Dat herinner je ze niet. Goed. Het schijnt zelf in onze gay community. Onze? Ja, onze. Ah. Ja, in onze gay community dat kleuren kousen soms iets willen zeggen. Wist je dat? Wat zouden willen dat dit wil zeggen, James? Oh. Nee, maar zo kleurtjes van kousen hebben wel iets en, van betekenis. Een roze trui? Dat er vooral van mij moet blijven. Voor de mensen die gisteren gezien, het was niet gewoon dat ik vlaggen kreeg. Nee. Zo stoem ben ik ook niet. Hè. Er waren vlaggen vermomd in een Rubik's kubus. Ja. Zo stoem ben ik ook niet. Niet zingen. Absoluut niet. Oh, doe een keer even, probeer een keer. Ja. Ja. Welk liedje? Hier direct ja, zeg je dan. Ja. Staying Alive of zo? Staying Alive. Maar ik ken niet, thanks. Staying Alive, Staying Alive. En dan Staying Alive. Is het? Nee, dat is nee. Mag Danira dat ook eens doen, puur voor mijn eigen bibliotheek? Nee. Kan mijn ogen toedoen, alsjeblieft? Ja, en? Staying Alive, wow. Staying Alive. Staying Alive. Ja, ik vond dat echt nog beter dan Riaat. Voor het eerst in 23 jaar terug gelukkig. Prachtig. Kom jij eigenlijk uit een muzikale familie, James? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik vind dat wel jammer. Ik zou heel graag... Ik zei dat al een tijdje tegen Gert ook. Ik zou heel graag zo een keer een nummer... uitbrengen. Dat is echt waar. Ik zou heel graag... Maar je hebt het al gedaan met Gert? Ja, maar dat is zo. Ja, croque-monsieur. Allee, bon. Du pain, du jambon, du fromage, encore du pain. Croque-monsieur. Dat is geen nummer, hè?
Wat wilde nu nog een croque madame? Nee, ja. Ik wil gewoon echt zo'n keer echt een nummer hebben. Maar dan weet iedereen dat ik dat ben en dan zijn mijn kansen alweer gering. He, snap je? Oh, ik ga dat nu ook al een keer proberen. Dus ik denk, als ik dat moet doen, en ik heb daar een trucje voor, dan zou ik mijn stem veranderen van kleur. Zodat niemand zou weten dat ik dat ben. Geef mij een nummer. Staying Alive. Ja. Dat is nu juist een moeilijk nummer. Ja, goed. Zeg even een nummer en dan... Love, Shine the Light. Hè? Ja, nog iets maar doe je ogen toe. Ja. Een nummer. Geef mij een keer een nummer. Who Let the Dogs Out. Oké. Ik ga voor Love, Shine the Light. En dat zou het dan zo zijn. Maar doe je ogen dicht. Ja. En denk gewoon niet aan James. En dat zou het dan zo zijn. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love, my cherry, let the love, my cherry. Niemand weet dat ik dat ben. Is dat klaar? Staying alive. We gaan naar vraag 2. Meneer, ik wil toch. Ja, ja, op een bepaald moment moeten we wel naar de volgende vraag. Ik snap het, Erik. Ik snap het. Ja, lekker door met je vraag. Nee, zou jouw vader jou durven aanklagen? Ja, jawel. Ik hou die wel heel vaak zo voor de zot. En ik denk dat hij soms daar zo recht een keer naar de dokter gaan en gaan zeggen, scheelt iets van mij. Zo bijvoorbeeld met FaceTime doe ik altijd zo alsof dat hij geen goede verbinding heeft. Dan doe ik altijd zo, zeg papa, kun je geen... En dan begint hij zo, wacht, Pierke, wacht, hè. Wacht, hè. Ja, en dan zeg ik, ik heb gekeken of dat morgen misschien... En die wordt echt dan zot. Na zo'n 10 keer wordt hij zot van... Carolientje, maar hoe is dat een machine, hè? De hele tijd. Dus hij houdt een keer een inzinking door dat grapje krijgen. Dus ik ga ermee stoppen, papa. Voilà. Oké, dat is mooi. Echt niet content van, hè? Van HelloFresh? Nee, sorry dat ik dat zeg, maar die doos past niet in mijn microgolf. En hij zegt... Hey, dat is... Maar wist je ook dat de naam Chupa Chups zelf is afgeleid van het Spaanse werkwoord chupar? Wat betekent dat werkwoord? Zuigen. Inderdaad, ja. Klopt. Dat is echt een rare gesprek. Ik ben 12 jaar met een Mexicaanse man getrouwd geweest. Dus ik weet wat chupar. Maar die aubergines, dat snap ik niet. Ja. Waarom is dan een piemel? Als u een piemel er zo uitziet, dan moet u toch drinken naar de dokter? Waarom? Ja. Dan heb ik nog liever zo'n wortel, maar zo'n aubergine. Zo dik en paard. Nee. Ik heb gisteren 3 aubergines gekregen. Ja. In zo'n doos van HelloFresh. Wacht, hoe gaat dat nu weer? Hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. Maar dat is met een beweging, hè? Hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. Dat is toch zo? Ja, dat is wel straf. Ja. Ja, en ik moest dat 2 keer doen van Gert voor de Sabam. Sorry. En jij, mijn versproken figuur? Hans en Grietje. I love Hans en Grietje. Allebei? Wat? Ja, ja, allebei. Allebei. In Hans en Grietje, dan deden we dat altijd thuis. Ook zo kruimeltjes achterlaten en al, ja. Maar die worden wel in de oven gestoken, hè? Ja, ik weet het. Ik weet het. Het is allemaal griezelig. Hello, fresh, hè? Ja. Hebben jullie wel eens geprobeerd alternatieve dingen? Ik wel, zo met die naalden. Acupunctuur? Nee, heroïne. Ik ben al een keer naar een hypnotiseur geweest. Ja? Ja. Maar no, dat is echt afzetterij. Ik en mijn mama gingen daar naartoe om te stoppen met roken. En mama wou ook stoppen, dus we gingen samen. En dan lagen we zo in een zetel. En dan kwam hij gewoon zo de hele tijd... Ja, sluit maar de ogen. Ja. Die denken dan als we zo praten. Ik vind dat netjes irritant. Hè. Ja. En dan sluit maar de ogen. En dan kwam hij echt langs ons oor. En ik zei, mama... Vergeef. Huh? En wij moesten ons pakje, net voordat die sessie begon, moesten we dat in zo'n ton gooien. Ja. En dat ook kwaad weggooien. Gewoon naar weg. Ja, wij zo. Nee, kwaad. Dan moesten we zo. Oh, ja, goed. En dan, na die sessie, €280, €140 per persoon, zei hij, dank je wel om te komen. En je zal zien, wij gingen naar buiten, we hebben uit die ton ons pakje redgepakt. Die zou het ding gaan zetten. Verschrikkelijk. Vergeef. Dus je moest dat kwaad weggooien. Stop. Waarom is dan een fan van FC De Kampioen? Oh, Laurent is een verschrikkelijke fan van De Kampioen. Ja. Wat bedoelt hij verschrikkelijk? Die heeft zelfs ooit zijn thesis over De Kampioenen gemaakt. Ah, oké. Okay. Ja. Dus
Maar bon, ik heb mij daarover gezet. Ja. Van mij mag dat allemaal, maar toen... Allez, onze Gaston, onze oudste zoon die wij samen hebben, een jaar oud was, dan zette hij die 's morgens voor die afleveringen van De Kampioen en voor tv. En toen heb ik wel gezegd, nee, kom. Dat gaan we niet doen. Wacht tot 11 uur. En altijd dan soms zo quotes boven zo? Ja, continu. Is echt? Jij hebt toch de keer van Kitty Kat doen. Nee. Hebben jullie al nagedacht over jullie begrafenis? Ja, ik ook wel. Ik denk, iedereen doet dat toch een beetje zo. Je wilt dat... Ik zou voor het Ramses Shaffi, laat me. Dat wil ik sowieso horen als de kist buiten gaat. Laat me van... Maar ik ga dat dan zelf inzingen. Laat me. Ik heb het altijd voor elkaar. Ja, ik kan, ja, nou ja, als ik nu over straat loop, dan word ik gewoon aan de lopende band herkend. Ja, maar dat zijn mensen van UNICEF, dat is... En het gaat over uit de kast komen. Ah, oké, dat is goed. Dat is een belangrijk boek dan, hè? Ja. Wel, ik hoop het. Ja, dus dat, is dat jullie zouden lezen? Ik denk het wel, hè, toch? Zeker, zeker. Zeker. Ja. Nee. Dat is iets wat Anna Frank ook had kunnen gebruiken. Wat bedoel ik? Nee, maar goed, het klopt wel niet. Hou je bek in bif, man. Hoezo? Je houdt altijd een beetje gaan beven zijn. En dan is het... Jeroen, jij was in de allereerste aflevering nog kandidaat, maar je viel toen meteen af. Ben je er al wat over? Hola. Ik ga even wat namen noteren hier. Zeer gevaarlijk, hè? De jury al direct uitlachen. Heb je het gevolgd, zijn prestatie hier? Ja, zeker. Allee, ja, ik was aan het kijken, ik knipperde en was weg. Jeroen, weet je nog wie jou naar huis heeft gespeeld in het finale spel? Jawel, Ella Leijers. Ella Leijers, ja. Maar geluk in het spel is ongeluk in de liefde. En dat klopt, want ze is nu samen met Rick Verheij. Jeroen, Elodie zat in die ene aflevering in de jury. Er was wel af en toe een soort aanvaring. Zijn jullie nog samen? Ja. Alles is nog koek en ei. Ah, oké, dat is goed. Ander eten krijgt ze niet. Er valt mij nu wel iets op, Erik. Ja? Je moet eens gewoon naar Danira haar haar kijken. Ja. Ja. Brengt u dat in? Doet dat uw ogen dicht? Ik doe mijn ogen dicht, ja. Voilà. Steek dat daar dat is raar. In een kookwas. Weet je wat dat is, een kookwas? Ja, dat weet ik wel. Ja, dat is zo. Dan haal dat eruit en je steekt dat nog 2 uur in de droogkast. Ja? Oké, ja. Doe nu uw ogen terug open en kijk naar de Riad. Welke van deze 4 planten is oregano? Ja. Sorry. Ja. Het zijn allergisch voor oregano. Ja, precies. Jo, heb jij een favoriet kruid? Ik hou van tijm. Tijm. Ik heb eens in Zuid-Frankrijk door een veld met wilde tijm gelopen. Oh, die bedwelmende geur. Echt fantastisch. Ik had daar echt de time of my life. Ik ben dus nooit zo fan geweest van George Clooney. Ja, maar wel een heel mooie man. Hè? Oh, vind ik dus ook niet. Oh, heel de wereld vindt hij sexy. En jullie, heel de wereld. Ook niet heel de wereld, hè? Jawel, jawel. Stel het mijn kant. Ik vind dat geen... Nee. Allee, doet mij niks. Goed. Jawel, maar u wel precies, hè? Ik heb hem een paar keer ontmoet, vind je. Werkelijk een adembenemend knappe man. Hij is ook enorm vriendelijk en heel warm en... Zeg je even een beetje verliefd op George Clooney? Nee, maar soms zie je zo iemand... Ik denk dat Erik iemand zo'n boek heeft gelezen. Mensen met een bepaalde eigenschap mochten gratis naar de verkoelde filmzaal. Wat voor mensen mochten gratis genieten van wat verfrissing? Ik kan alvast zeggen dat 1 persoon hier gratis binnen mocht. 60-plussers. mensen met rood haar. Ja, klopt. Mensen met rood haar. Ja, omdat die sneller... Ja, die hebben meer last van de warmte. En dat ze van straat zouden zijn. Ja. Zijn er voordelen aan grijs haar, Jeroen? Niet kaal zijn. Ja. Ja. Dat is inderdaad. Nee, vinden jullie George Clooney een knappe man? Of vallen jullie meer op die acteur die op mij lijkt, Tom Cruise? Vind je echt dat je op Tom Cruise lijkt? Nee, maar er is iemand die onlangs op straat gezegd heeft zonder die bril lijkt op Tom Cruise. Vandaar dat ik dat altijd zeg. En was dat iemand met een witte stok in een hond? En was uw Mission Impossible dan, Erik? Het bad geraken? Filip, mocht jouw dochter Hanna een knappe vrouw later... Ik hoop het, want van haar verstand gaat ze het niet meer doen.
Wat? Meen je dat nu? Hè? Waarom zeg je dat nu? Die is toch al gaan slapen, wij maken het uit. Ja. Doet ze het niet goed op school? Of, Jawel. Ah, oké, okay, dat is goed. Was maar dat is niet zo grappig, hè, Erik. Nee. Maar dat komt toch door u dan? Want je hebt toch ook niet zo'n hoog IQ, hè? Hier, mister hier een keer. Ik ben al blij dat hem niet zo. Ik heb nog wel een idee voor een wielertrui dat je kunt maken voor Mathieu van der Poel. Ja? Gewoon met tekst erop. Deze trui is van Mathieu van der Poel. Laat me s'nachts gerust of ik slaap op uw smoel. De dingen die jullie zeiden, ja, dat gebruik je toch meer als je alleen... Handboeien. Handboeien. Nee, handboeien. En was dat die enquête onder partners waar dat jij het bed mee? Dan snap ik den blind ook. Juro, ben jij goed verzekerd tegen ons? Ja. En ik heb mijn les geleerd. Verzekering is heel belangrijk in het leven. Want ik ben als student, tijdens een studentenjob, moest ik rondrijden en mijn lading is verloren. Ja. En die lag in het midden van de weg. Och, dat heeft mij heel veel geld gekost toen. Oei. Ja. En wat voor lading was dat dan? Bejaarde. Ik was buschauffeur. Kijken jullie naar het Songfestival? Nee, ik ben hetero, hé. Ja. Filip, waar heb jij je vrouw? Hè? Online. Online? Echt waar? Ja. Op een dating app dan? Tweedehands.b. Pretty fly for a white guy. Ja, dat is goed. Het zou over mij kunnen gaan. Hè. Pretty fly for a white guy. Er dragen inderdaad heel veel vliegen rond u. Jeroen, drankspelletjes. Iets voor jou? Nee. Er kijken kinderen naar dit programma, Erik. We moeten het voorbeeld geven. Dus. Hé, hey, dat is goed. Goed gezegd, Jeroen. Dank u. Als je het echt wilt weten, met die vodka-tampons. Ja, had jij wel eens last van muggenbeten? Maar ik ben van de zomer naar de spoed geweest met muggenbeet. Maar fijn. En zijn ze dan met de mug komen af? Heb je daar al gezeten? Ja. Speciaal toch? Ja, wel bijzonder. Ja. Allee, van sfeer. De sfeer bedoel ik zo. Ja. Allee, ik denk dat er op mijn bommaar begrafenis een toffere sfeer was. Of iets in zijn drank doen, ik weet niet. Ja, ik weet ook niet wat je er tegen doet. Wat zal ik in zijn drankje doen? Zo, misschien zo laxeermiddel. Ik zie die er al zitten. Ik ben een grote fan van Amelie. Als, ik heb één show gezien, eigenlijk. Maar. Jij hebt nog nooit naar mijn show komen kijken. Maar op tv, hè. De zaal op tv. Dat is nog nooit op tv uitgezonden. Maar ik ben ook blij. Xavier is van het journaal Laat. Kijken jullie wel eens naar het journaal? Enfin, ik vraag dat omdat... Ja, mag ik dat zeggen? Hè? Jullie komen niet zo heel intellectueel over, hè? Erik, jij komt uit een radijzenpak. Bij ons op school, als je in Aalst naar school gaat, is er een gedichtje. Dat is het Aalsters, hè. Heel de stad van Dijremonne stinkt naar pijrstront, godverdomme. Als je per malheur passeert, dan riekt dat wat er doorgebeert. Dijremonne stinkt, Dijremonne stinkt, Dijremonne stinkt. Xavier sprak mij daarnet aan. Mag ik zeggen wat je gezegd hebt? Ja. Hij is gezegd dat hij blij was met ons als jury. Oh. Want hij zei, ja, meestal ben ik zo geïntimideerd door de jury, maar bij jullie... Bo. Maar wat is dat met u, jongen? Wat wil je... Ja, hallo, goeiedag. Ja. Dat is mijn leeftijd, hè, man. Ja. Ja. Je mocht mijn pluspapa worden, als je dat wilt. Allee, je moet wel voor polygamie zijn, want mijn vader is er ook nog. Ah, oh, die is er? Oké, is goed. Ja, oké. Okay. Maar dat is ook nog niet een truffel. Jimmy, wordt dat onderwezen in afstand? Niet klappen. Oh, Erik, ik ga zo je bonnen plat steken straks. Ja. Ja. Bokkie, in hoeveelste middelbaar zit jij nu? De hond, hè? Duvel. Correct. Ja. Zou jij met Duvel trouwen, de hond? Erik, ga eerlijk zijn. Als het nog een paar jaar duurt, ga ik geen andere keuze hebben. Oeh, allee, dat is nu triestig. Maar dat is gewoon de realiteit, hè. Ja. Zeg jij toch ook alleen? Ja, nu, maar nog niet zo lang. Maar... Hij is wel scherp, hè, vandaag. Het is echt alsof hij zei, we gaan Boekie en Amelie een keer uitnodigen. Maar nee, gewoon hoe?
Nee. Ik zie jullie heel graag, dat weet je. Zo op het eerste gezicht, jullie wel snurkers, denk ik. Maar wat? Jij snurkt ook, Amelie? Ja, nee, ik doe alles in mijn slaap. Ik snurk, ik knars het aan het ook, ik babbel. Ik ben echt, echt zowel wakker als in slaap een irritant persoon, denk ik. Slaap met zo'n apneu-masker. Echt? Ah, ja. Zonder zeven, dat is zo'n buis aan je neus. Allee, een masker. Mijn buis in de machine. Ja. Dus ik zou heel graag eens applaus vragen voor alle one-night stands dat ik ooit naast wakker geworden ben met dat masker op. Alsof dat mijn gezicht nog niet erg genoeg was, moesten die daar ook naar kijken. Maar dat is echt erg, hè. Dus ja, zouden we toch applaus kunnen krijgen? Ja, alle niet zoveel applaus, het waren er maar twee, dus. Ja, okay. De dokter, die zei dus ook echt, als ik moest nu 20 kilo vermageren, stoppen met roken en geen alcohol meer drinken, dat ik dan normaal zou kunnen slapen. Maar dan heb ik geen goesting meer om wakker te worden. Nee. Dus het is zo wat kiezen. Ooit, als we eens porno gekeken met een VR-bril, dat was een intense ervaring, dat meen ik. Ja. Dat zag er zo allemaal levensecht uit. Ja. Het orgasme ook veel groter. Just een aan mijn tante was alle volk in de mediamarkt. Ja. Ik vind het Frans zalig voor een scheldwoorden of zo. En dan kun je ook gewone woorden als scheldwoorden gebruiken in het Frans. Gelijk Saldebain, trottinet. Badkamer, fiets. Zal de buin rond in het. Ik heb het duidelijk voor. Ik en mijn broer waren ook echt grote fan. Dat zat midden in onze generatie. Ik was daar grote fan. Ik heb die ook nog live gezien. Oh, echt? Live gezien. Hier in België zijn die nog geweest. Ik ben een klein broertje naar daar geweest. We spelen die ook nog tot lang in ons 20 jaar na. Ik was altijd dronky Spice. Hij was 3 jaar voorwaardelijk Spice. Nee. Wat was jouw favoriete Spice Girl? Maar ik ben daar iets te jong voor. Ik ben van 93 en ik was gelijk 6. Dus, dus ik was niet aan het meezingen met je liedjes over dat mannen mij moeten neuken. Allee, dat is raar. Nee. Allee, sorry, maar daar gingen die liedjes zo over. Oei, dat weet ik niet. Zo heb dat je het niet geïnterpreteerd. Nee. Het was over pretparken. If you wally be my lover. Zo zeg ik dat altijd. Het journaal presenteren. Zou het iets voor jullie zijn? Met je petjes ook. Ik zie je dat wel doen. Zou dat mogen? Zou ik mijn petje mogen ophouden? Petje? Dat is een goede vraag. Ja. Zou ik mezelf ik denk dat dat ook wel moeilijk ligt. Heb jij zelf veel inspraak wat je wilt doen op het journaal? Wil doen? Hoe bedoelde wil doen? Oh, van act of zo? Ik weet niet. Maar om het wat op te leuken. Ja. Ze hebben daar nu een zetel geïnstalleerd van achter. Allee, ja, mocht het toch zelf ook. En wel, daar zouden we heel leuke dingen in kunnen doen, maar er is ook nog zoiets als ernst. Ja, meer zal er niet gebeuren tussen ons, vrees ik. Maar als je een bokkie meebrengt. Ja. Nee, dat was voor mijn eigen. Fuck ja. Welkom bij het journaal. Laat mij gerust, Erik. Alsjeblieft.